Pikachu! Oh, wacht, het is. Het is Little Locky 101 die vandaag de map heeft gemaakt die wij vandaag gaan spelen. Hey, kijk, stuk Kraaltzars. Welkom bij alweer een gloednieuwe custom map. En vandaag spelen we. Cubic Puzzles. Ik was alweer bang dat ik hem was vergeten. Anders had ik wel moeten lieven en kijken. Wat de naam van die map was. Maar gelukkig hebben we mazzel. We spelen vandaag Cubic Puzzles. Is een eerste map. Bla bla bla. We zien het allemaal wel. Press the button. The button. Before you start the map. Oké. Ik bedoel. Oké, laten we beginnen. Druk allemaal op het duimpje omhoog als je dit super vette video vindt. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Oké, let's go. We zitten in een huis. Even kijken, is hier iets? Nee, hier zitten twee deuren. We kunnen er niet achter kijken. Ik heb een ender chest met lab. Lab en een ender pearl. Oké, I'll take it. We hebben hier bedden. Oké, hebben we hier nog iets? Op slot. En bedankt. Oké, we gaan snel door. Ik zie hier iets. Zeus Beacon Lab thing. Oké, ik heb geen idee wat hij bedoelt. Oh, zit hier ook nog sneaky reclame te maken voor zichzelf, hè? Lab. Wacht, wat is die ender chest, zeg maar? Oké, ik weet niet of ik iets aan de inhoud van die ender chest heb. Oké, Dr. Chat. Well, hello. Welkom in het lab. Mijn naam is Dr. Chat. Leuk om je te ontmoeten. Je hebt het contract getekend voor deze baan om een testobject te zijn. Oh, wacht even. Nee, dat wil ik niet. Gaat hij ons dadelijk proeftesten als konijn en weet ik voor allemaal. Oké, ik denk dat we wel moeten. Haal de hendel over om te beginnen. Nou, daar gaan we dan. Oké. Alles wat je moet doen is 3 testkamers voltooien. En dan zijn we klaar. Oké. Dat kan ik wel, denk ik. Dus even kijken, wat hebben we hier? Sea lantern mean there's something below them. Oké, dat is een... Oké, ik zie het. Ja, bijvoorbeeld een barrier, zo te zien. Oké, dat kan. Kan ik deze niet indrukken? Nee. Die ook niet? Nee, ook die niet. Hoe gaan we dit doen? Ik kan hier helemaal niks. Heb ik nog iets? Ik heb deze dingen, maar ik weet niet of ik die moet gebruiken, eerlijk gezegd. Volgens mij zijn die meer voor de mapmaker. Ja, maar, hè? Ik snap hem niet. Heb ik iets? Ik snap er helemaal niks van. Hier zitten barriers. Alleen, ik kon er zeg maar niet doorheen. Oké, weet je wat? We gaan wel even terugkijken, want dit wordt hem niet. Even kijken. Wat is dit dan? Is dit... Ja, hier hebben we ook niks aan. Jongens, volgens mij is dat ook wel goed. Maar ik snap gewoon niet wat ik moet doen. Even kijken. Zo, hierin. Potions. Ja, ik denk ook niet dat we die nodig hebben, eerlijk gezegd. Ik heb ook zo'n armor pakken. Ja, dat dacht ik ook al. En hier... Achteruit lopen, weet ik veel. Nee, ik weet het niet. Ik kan niet op die knoppen en ook niet op die hendel drukken en ook niet op die hendel. Tenminste, oké, hoe raar zou het zijn als die hele... Wacht eens. Oh my god. Vuile stinker die je bent. Oké, we gaan door. Is dit testkamer 2 dan? Ik denk dat dit kamer 2 is. Nothing here, oké. We kunnen hier nu niet zoveel. Hier zit glowstone. En hier is het water. We kunnen die deuren gebruiken om naar boven te parcouren. Zo. En dan hierheen. Is hier iets? Hier is... Waarom is hier niks? Oh, daar zit... Oké. Maar hoe komen we daar? Want dit zit gewoon zeg maar dicht. Ik heb geen idee. We gaan even snel terug. Hier is het wel water, maar daar kunnen we ook niks mee. Geel-bruin hebben we. Maar wat moeten we in godsnaam doen? Wat staat daar? You can jump on doors. Ja, nee. Zover was ik ook wel. Maar daar kom ik niet zover mee als je boven helemaal niks is. Zo, nou. Hey. Drop. Zo. En dan daarheen springen. En dan is hier boven niks. Dus hier, dus, of hebben ze hier ergens falling sand liggen gebruiken of zo? Nee, ook niet.
Er is gewoon niks. Hij heeft gewoon een trap naar boven gemaakt zonder dat er iets... Oh my god, een barrier. Een sea lantern. Dus er zit een barrier onder. Auw. Waar zit hij helemaal? Jemig, dat is ver weg. Oh, oh, ik was er. Ik had hem. Oké. Oké. Nog een keer dan. Hier, zo. Ja, oké. En dan hier. Oké, nice. We hebben een roze ding. En een rood ding. Oh. Dit is testkamer 2. Oh, oké. Dus ik denk dat die andere knop ons ergens anders naartoe zou hebben gebracht. Negeer iedereen die daar is. Oké. Oké, fair enough. Even kijken. Kunnen we in deze lava springen? Ja, dat dacht ik al. Voorspelbaar. En dan die hendel overhalen. En naar boven gaan. We kunnen alleen niet naar boven. Oh, oh, hier zit een knop. Laat maar. Oké, we kunnen wel naar boven. We hebben nu iets opengemaakt. We hebben dit opengemaakt. Zit hier nog iets? Nee. Oké, dan gaan we hierheen. Mike, wow, stand back. Oké, en tegen hem vertelde dat mensen hier zijn tegen hem. Oh, oké, wacht. Dus hij, Dr. Chat, zegt dat alle mensen die er zijn tegen hem zijn. En Mike zegt tegen mij, of tegen mij zijn. En Mike zegt dat Dr. Chat heeft gezegd dat iedereen tegen hem is. Dus ik zeg, oh, oké, ik ben vriendelijk. Maar Dr. Chat heeft me hetzelfde ding verteld. Dus jij bent ook vriendelijk. Wacht, je bent een robot. Ja, dat klopt. Hij is een robot. En nu? Zo, dus je bent niet evil. Nou, dan gaan we naar testkamer 3. En ja, hij is een robot. Oké. Wacht, ik denk... Dr. Chat is degene die tegen ons is. Ik bedoel, in de testkamer... wat staat er allemaal? In testkamer 1 heb je de trap button gezien die hij had. Oké, we gaan gewoon hier wegkomen. Ja, Dr. Chat is dus de slechterik. Zie ik al. Don't you think you so, I mean, bla 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 bla. Oké, ja, oké. Hij is bang dat hij erachter komt dat ze samenwerken. Niet interessant. En super saai is het de paintings. Wel dat achter een van die paintings een deur zit. Dat moet wel bijna. Zo voorspelbaar is het toch wel. Hier dan. Ja, oké, ik wist het. Het zijn wel erg voorspelbare puzzels tot nu toe. Wat is er nu open gegaan? Hier is iets open gegaan? Of was het al open? Volgens mij is het open gegaan. Oh, wat krijgen we nou? Remember that color code in testkamer 2. Ja, geel, bruin. Yes, ja, ik kan het nog. Zijn we nu al ontsnapt? Oh, wat? Oké, dat was een heel erg snelle map. Ik denk dat je wint. Gefeliciteerd met het verslaan van alle drie de testkamers. Score is A+. Goed, dat was het goede einde. Ja, maar wacht even. Nee, wacht. Ik wil ook weten wat het slechte einde was. Ik denk dat we dat hier hadden moeten kiezen. Zo. / game mode. 0. Zo. 2, sorry. En dan deze. Nee, die doet niks. Waarom doet hij niks? Oh, hier staat geen blok. Wat is dan het slechte einde? Die is hieronder. Oh, hier hadden we ook een gekund. Oké, ja, dan kom je hier. Zo. Zo, hier erin. Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat jullie team... Oké, bla bla bla. Oh, testkamer 3 is onmogelijk en heeft ons nu voor altijd vastgezet. Oh, dit is... Oké, dit is hier testkamer 3. Oké, leuk. End. Oké, daar is het einde. Wat we moeten doen is... Ik heb... Oh, chips. Ik zit in survival of niet. / game mode 2. Zo. Dat mag natuurlijk niet. Is er een knop? Oké, dat was niet heel moeilijk. Au. Hey. Huh? Zit hier een... Er zit een barrier. Hoe kan ik er dan iets opgooien? Nee! Jongens, oh, hier is een hendel. Wat is er nu? Oh, nu is hier iets open. Button. Ik heb geen button. Hoe moet ik aan een button komen? Ik heb alleen een redstone torch. Oh, hier is een... Oh. Oh, wat? Oké, je hebt gewonnen. Bla bla bla. Mijn score is F-. Oké, nu hebben we het slechte einde te pakken. Oké, ik snap het. Oké, dus we hebben ze nu allebei gehad. Ik had zelf het goede einde gelukkig. Dus ik heb een A+. Fantastisch. We hebben gewonnen. Oké, maar wat staat hier nog? Dat is het einde. Bla, bla, bla. Bla, oninteressant. Dus maar... Oké, creative. Flik liever. Yes. Way out. Oké. Oké, nice. Het is een, zeker een hele kleine, korte map.
Maar het was wel op zich een geinige map. Dus ik vond het jammer dat hij wel wat kort was en dat de puzzels niet zo heel moeilijk waren. Maar goed, dat maakt niet zo uit. Ik vond het een geinig mapje. Mocht jij dus iets hebben van Lars, ik heb een map en die moet jij spelen. Stuur dan even het linkje van waar ik hem kan downloaden. Het is gewoon een map die iemand heeft gemaakt en jij hebt zoiets van Lars. Deze map die kun je niet missen, die moet je spelen. Anders is je leven helemaal niks waard. Nou, dan stuur je die op. In de reacties kun je die even zetten. En dan ga ik kijken of ik die kan spelen. Mocht je dit een super vette video vinden, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!